In Kloei, Turberg, 17. Is dan vandaag het morgen. 3. Vier strakseren worden de weg opgestuurd voor een afstand van. Dus elke ronde is er een premie in. Thank you.
ronden voor het einde van de wedstrijd. Nog 5 ronden wedstrijd. Nummer 51 van Valerie Bome, iets wat de achterstand heeft opgelopen. Nog 3 ronden wedstrijd. En dit is ook de aanval van Julie Verlinde. Aanval van Julie Verlinde op 2 ronden voor het einde. Nog 2 ronden wedstrijd, nog 2 ronden. Even achterom naar de voorsprong. Inderdaad, nog altijd Julie Verlinde. Laatste ronde van de wedstrijd. Laatste ronde van de wedstrijd. Laatste ronde. En het is Valerie de Meij die het peloton op sleeptouw neemt. Van de Koninklijke Rechtsvermiddelsporter. Inderdaad. Ze zijn al aan het spurten hier in de laatste 100 meter. En wie gaat hier de rapste van dat peloton gaan worden? In elk geval het nummer 11 steekt de armen in de hoogte. Als ook het. Ja, meisjes, jullie mogen hier naar het podium komen voor Nathalie Verschelde. En we komen voor Kaartje. En terwijl de mensen van de pers hun werk doen, wordt er ook nog een prijs overhandigd aan de beide meisjes. Wielrensters mogen in feite geen alcohol drinken en toch worden ze een duvel aangeboden. Ik hoor je, dat is voor de papa. Dank u. De zesde zegen allemaal behaald in de spurt. Ja. Dus dan mag ik aannemen dat jij, dat de voornaamste kwaliteiten zijn in de spurten. Ja, ik kom ook van de piste. Is dat een voordeel van de piste komen, ja? Ja, dat is een misconceptie. Oké, okay, wat staat er nog met rood op kader? Zijn er nu nog wedstrijden? We gaan stuntjes aan naar het einde van het seizoen toe. Toch nog wedstrijden die je nog graag zou willen op je palmarès plaatsen? Nee, ik kan eigenlijk nog mijn wedstrijden nog in en dan rest en dan weer terug aan de piste. Oké, okay, rustig nog een applaus, dames en heren. Kaart van de Rotter. En uiteraard ook Nathalie Verschelde ga ik het zelf te vragen. De bewuste zegen van het seizoen. De eerste en eigenlijk de allereerste. De allereerste zegen van je carrière, proficiat al in elk geval. Ik zag je inderdaad vol vreugde de armen in de hoogte steken. Zijn er bij jou nu nog wedstrijden die met rood omkader staan die je nog zou willen winnen? Niet speciaal, maar we proberen elke wedstrijd het best om te gaan. Nog één vraagje, van waar ben je afkomstig? Welsheel. Dus naar Welsheel terug vanavond met de zegenbloemen. Zal het feest zijn in het dorp? In het dorp misschien niemand er zeker van. Oké, okay. Nogmaals hartelijk gefeliciteerd.